Bestuur, kandidaatstellingscommissie, jullie bedankt voor het vertrouwen, voor het werk wat jullie doen. En ik zeg dat niet zomaar. Bij mij is de laatste dagen, weken ook iets veranderd op mijn hoofd. Want je kunt zeggen, ik wil graag nog 4 door als we debatteren. Maar lijsttrekker zijn, dat doet iets met je. Dat geeft ook nieuwe energie en dat maakt ook dat ik een andere verantwoordelijkheid voel. Een verantwoordelijkheid om ook het verhaal waar ik in geloof, waar jullie in geloven, om dat actief uit te kunnen maken. Vertrouwen is ook een sleutelwoord in die campagne wat mij betreft. Het is ook een sleutelwoord in hoe je een samenleving wilt inrichten, hoe je met elkaar om wilt gaan. En helaas constateer ik, lang niet iedereen, maar flink wat mensen zijn hun vertrouwen kwijtgeraakt. Ook in zichzelf, maar ook in hun eigen toekomst. Wat gebeurt er met mijn spaarcentjes? Hou ik mijn baan nog? Ken ik mijn buren nog? Zijn die nog te vertrouwen? Dat zijn hele wezenlijke vragen. En die vragen, die stellen we eigenlijk niet hardop, en wij ook niet. Hè? We hebben het heel snel, die neiging had ik ook even, hè? Want ook fietspaden, natuur en dat soort zaken gaan hebben. Maar die meest wezenlijke vragen, die raken het mensen het diepst. En die haal je nooit uit enquêtes, en die haal je nooit uit boelens in het verkiezingsprogramma. Dat zijn mensen die in hun buik geraakt moeten worden. En dat moeten wij gaan doen. Het raakt ook aan de vraag hoe de overheid en de samenleving zich tot elkaar verhouden. Hoe wij ons als levende aantal die samenleving verhouden. En ik ben ook van de school, begin eerst maar eens in de spiegel te kijken. Dus het vraagt ook om zelfreflectie. Voor iedereen, ook voor mij. En toen straks iemand de betoog hield, hebben we het ook herkenbare mensen. En niet alleen hoog opgeleiden. Nou, ik ga er niet inhoudelijk over oordelen, maar mijn vader en moeder hadden alleen maar basisschool. Ik ben gepromoveerd. Dus ik ben een klassiek product van waar die PvdA altijd voor heeft gestreden. En ik zal het mij nooit laten aanleunen dat iemand zegt, je bent hoog opgeleid voor onze partij. Maar ik moet nooit vergeten waar ik vandaan kom en waar ik een product van ben. En als je dat uitvraagt, dan zal ook iedereen herkennen dat je opleiding niet belangrijker is, maar of je nog verstaat met die mensen. En misschien zijn we dat inderdaad af en toe kwijtgeraakt. Ik zeg er ook bij, de teleurstelling die sommige mensen nu voelen, is ook geleken in de politiek van verwachtingen creëren, jarenlang verwachtingen creëren. En ik denk, dat roep ik al wat langer, dat we aan het eind van de cyclus zitten over hoe je een samenleving organiseert. We hebben heel veel succes geboekt, heel veel welvaart, heel veel extra welzijn, geluk, goede doelen verdiend met steeds meer zaken verder regelen. In verfijnde regelsystemen, met protocollen. Mensen zijn welvarender, gelukkiger dan ooit op individueel niveau. En omdat de mensen met wat je op samenlevingsniveau terugkomt, daar zit ergens een spagaat. En die moeten we onderkennen. Dat betekent ook dat het niet alleen een overheids- of politiek verhaal is, maar dat misschien mensen ook gezegd moeten worden dat ze hun eigen verwachtingen moeten gaan bijstellen. Dat ze hun verwachtingen moeten gaan herzien. Waar heb je allemaal nog recht op? En wat is uw bijdrage aan die samenleving? Ik heb hem even wel eens hier over, maar ik ben slecht in voorlezen. Ik denk dat heel veel mensen intuïtief wel aanvoelen, instinctief, hoog opgeleid of helemaal niet opgeleid, dat we inderdaad in zo'n transitiefase zitten. En dat maakt mensen heel erg onzeker, bang. Ook al vertaalt zich dat in stoer gedrag. Misschien is Geert Wilders zelf ook wel heel bang. Ja, als je het op die manier bekijkt, dan krijg je bijna compassie met een goede man. Ik zei bijna. Maar het is dus ook eigenlijk heel begrijpelijk. En ik ben rasoptimist op. Het is eigenlijk best wel begrijpelijk dat heel veel mensen dus op zoek zijn om een simpele antwoord. Of in ieder geval iemand die die angst ook benoemt. Die angst die ze zelf hebben. Ze herkennen zich in een gevangen man die stoere taal uitslaat. Dat moeten wij niet gaan navolgen. Maar we zouden wel eens ons kunnen afvragen wat zijn onze antwoorden dan. En ik zie ook dat we dan af en toe
zelf in kan schieten. En let op, met linkse reflex is helemaal niks mis natuurlijk. Die moet gekoesteren, die moet in ons systeem verankerd zitten. En als die linkse reflex alleen maar teruggrijpen op wat we al hadden of kennen, dan ga je ook niet naar de toekomst. En dat is een hele lastige discussie, ook binnen onze partij, die moeten we wel voeren. Ja. Ja. Een speech van Wouter voor zonder had applaus voor hem. Dat hebben wij zelf hier gezet. Dat gaan we volgende keer wel doen. Ik geef nog een paar dingen mee, als het mij daartoe staat. Nogmaals, ik ga niet op concrete actuele zaken van het kiesprogramma. Dat vind ik hier niet het moment voor. Dat gaan we richting 2 maart wel doen. Maar dit is voor mij het moment om mijn basishouding met u te delen. Zodat ik er ook over spreekbaar ben. Wat ons moet binden, is dat we nooit iemand gaan loslaten. Ook niet in onze zoektocht naar de antwoorden van de vragen die nu spelen door ons afkomen. En ja, de overheid gaat krimpen. Maar dat geeft ook weer de kans om die burger te laten groeien. Ik heb dat volgens mij 2 weken terug hier ook gezegd. Ik zie het als onze opgave om mensen weer weerbaar en veerkrachtig te maken. Want ze zullen het inderdaad zelf meer moeten gaan doen dan ooit tevoren. En dat is lastig. Dat betekent niet dat onze missie erop zit. Integendeel zou ik haast willen zeggen. Die missie die wordt scherper dan ooit. Wij zullen naast en tussen mensen moeten gaan staan. En daar waar mensen dreigen te bezwijken in zo'n onzeker complexe wereld, moeten we ze oppakken. Want juist in deze wereld, als je eenmaal losgelaten bent, of je bent gestruikeld, dan is het lastiger dan ooit om op te staan. Omdat misschien niemand meer op jou let. En dat is eigenlijk de missie die wij moeten uitdragen. Dat is het gevoel dat wij moeten blijven tegen. En wat dit kabinet doet, en dan komt er een kwart moment. Nee, wat dit kabinet doet, is mensen die het alleen prima kunnen redden, nog verder vooruit helpen. Maar ik zeg, de samenleving komt alleen verder, misschien als je wat trager gaat, maar wel als je samen verder gaat. En dat is onze boodschap. Nogmaals dank voor de vrouwen. De toekomst die begint vandaag, morgen ook weer, overmorgen ook weer. Blijf vechten, maar wel met een hele grote glimlach op je gezicht. Laat je niet gek maken, word ook een keer boos op een kiezer die boos is op jou. Dat lukt ontzettend op kan doen. En je houdt er vaak een mooie contact aan over. Laat me kan vasthouden en nu op naar familie, vrienden en foto. Bedankt. Tot ziens. Ja, dank u wel. Tot ziens.